haar whistle jacket een heel mooi, maar misschien niet zo heel goed renpaard was, had Lord Rockingham ook zeker betere, snellere paarden op stal. Eén daarvan was Scrub. Een paard met opvallend lange benen dat vanzelfsprekend ook geportretteerd is door George Stubbs. Het is een schilderij dat veel typischer is voor het soort van paardenportretten waar we Stubbs vooral van kennen. Want dat zijn niet typisch schilderijen zoals die van Whistlejacket. Hier zien we ook een achtergrond, een waarschijnlijk gefantaseerd landschap dat doet denken aan een prachtige aangelegde Engelse landschapstuin. Eigenlijk het type omgeving dat mooi past binnen de ambiance van zo'n Brits landhuis. Ergens is het wel gek, want we zien natuurlijk een renpaard met op zijn rug een jockey, John Singleton, een van de eerste professionele jockeys van Engeland. Dat de band tussen mens en dier, en specifiek ook mens en paard, heel bijzonder en hecht kan zijn, dat kennen we natuurlijk nog steeds. Maar dat geldt ook voor Scrub en zijn ruiter John Singleton. We kennen het verhaal uit de memoires van Stubbs dat toen John Singleton dit schilderij voor het eerst te zien kreeg, dat hij gezegd zou hebben dat Lord Rockingham hem op menig goed paard en op menig slecht paard heeft gezet. Maar dat hij nu voor altijd op een Scrub zit. En dat betekende veel voor John Singleton, want er was echt een hechte band, een vriendschap tussen Scrub en hem. En dat wist Lord Rockingham ook. Dus toen Scrub, nadat hij racepaard was geweest en ook lange tijd in de fokkerij, de stoeterij van Lord Rockingham actief was geweest, met pensioen ging, schonk Rockingham het paard aan John Singleton. En Scrub bleef tot zijn dood in het bezit van Singleton en zou uiteindelijk ook naast het huis van John Singleton begraven worden. Wat natuurlijk heel bijzonder is. Die grafsteen die ligt daar nog steeds tot op de dag van vandaag.